Mijn gast is deze keer Hans Dorrestein. En Hans is al sinds de jaren 70 actief als cabaretier. Toen kreeg ik ook cadeaus. Onder andere van mijn manager een draaistoel. En die drong er in zijn praatje op aan dat ik weer vlug een nieuw boek zou schrijven. Daar had ik zo de pers in, want ik had me al kapot gewerkt. Dus ik zat echt niet te wachten om te herinnerd te worden aan hoeveel ik me nog moest doen. Dus die stoel was helemaal niks. En er waren nog meer kut cadeaus. Hans treedt dus al decennia lang op, maar hij schreef ook boeken en gedichten. Hij schreef veel voor radio en televisie en ook voor andere cabaretiers. In Hans' werk gaat het vaak over ongeluk en mislukkingen. En het zal je daarom vast niet verbazen dat deze podcast over mislukkingen op het podium bestaat uit twee delen, waarvan dit het tweede deel is. Voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren. Klik ook even op die bel, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. En geef even een duimpje omhoog of laat hieronder in de comments weten wat je van deze aflevering vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Hans Dorrestein. Je had even een glaasje water gepakt en toen zei je, we moeten nog even terugkomen op Limburg. Want daar zijn we inderdaad begonnen en afgewaaierd naar andere geweldige verhalen. Jawel. Nou ja, weet je, optreden in Limburg is erg, maar na het carnaval optreden in Limburg is een nog veel grotere ramp. Want dan zit die hele zaal meer te hoesten dan te klappen en te lachen. Door het carnaval zijn die zalen verwoest. Ja, dat is een uitputtingsslag. Dat is een uitputtingsslag. En dat werkt ook op het kuchen en hoesten en de hele troep. Je stormen van gehoest. Dus dat doe ik ook niet meer. Ook niet in Brabant optreden vlak na het carnaval. Het moet een maand voorbij zijn. Dan zijn hun kelen weer schoon. Ja. Ik weet een verhaal. Najib Amhali was ooit de gast en die vertelde dat ze geboekt waren in de begindagen van de Comedy Train. Dus met Roel Heertje en zo. En die waren geboekt in Uden. Maar dat was tijdens het carnaval. Oh. Dus die had ook mensen dat kan ook nog, voor zich helemaal verkleed in de meest briljante pakken. Maar ook geen noem. Dat is een toppunt. Daar kom je nooit meer overheen. Ja. Ik heb trouwens nog een vreselijke voor. Maar dat dacht niet zozeer. Ja. Dat was een televisieoptreden. Maar met publiek. Ja. Jos Brink nodigde me een keer uit, het programma van Jos Brink. En de redactie had me gezegd dat ik het lied De Lelijkheid 1, dat wilden ze dat ik zong. Meisje met je paardenbek begint dat mee. Vol groezel, geel ivoor. Op feestjes wordt er niet geniet genoot, in winkels drinkt men voor. En dat gaat zo verder. En dat lijkt een belachelijk maken van de lelijkheid, maar ik heb het echt wezenlijk geschreven, omdat ik dat heel erg meevoelde. Ik voelde mezelf heel erg lelijk. Ja. Dus ik vond het voor vrouwen altijd nog veel erger dan voor mezelf. Want ja, voor een man, nou oké. Okay. Maar een lelijk meisje, dat heeft een zwaar lot. Ja. Trouwens, dat refrein, daar heb ik nog weer naar Harry Banning te danken. Want ik leverde dat ding in voor een LP die Joost Prinsen ging maken. En ik deed nooit aan refreinen. Ik deed gewoon coupletjes en dat was wel klaar. En toen had ik dat over de lelijkheid voorgelezen. Ze zei Hans, er moet wel een refrein. Ik zei, jezus, een refrein? Hoe bedenk ik dat dan nou weer bij? En ja, dat is het gekke als je dus denkt, nou dat kan absoluut. Ik zeg, moet er zoiets zijn als schoonheid is niet wezenlijk. Zij vergaat heel snel. Ja, dat is het. Dus blijvend is de lelijkheid. Dus onderhoud haar wel. Ja, hij zegt van ja, dit is een schitterende vlijn, jongen. Dus dat heb ik gewoon vlug bijgeknoeid. Nadat ik het al voorgelezen had. Oh, wat goed.
En oké, dus dat lied heb ik ook op zelf op. Je moet niet vragen naar de muziek, die was echt waardeloos. Maar goed, een begeleiding. En dus ik kom daar aan en ze lieten mij toen de zaal zien. Die zat vol met mensen met Down, jonge mensen. Een jaar of 15 of zo, 14. Dus ja. Toen zei ik tegen Jos, maar ja, dan doe ik het niet. Dit is totaal geen lied voor deze zaal. Nee. En toen was hij woedend en hij haatte me. Ik zag zijn ogen zo koud worden als maar kan. Hij was heel diep beledigd. Terwijl, als het kinderen geweest waren van een bepaalde leeftijd, ik zou zeggen, jongens, dit kan ik niet doen voor kinderen. Nee. Snap jij nou? Nee, maar het is ook niks ten nadele van mensen met Down. Maar nee. Het matcht ja, niet. Nee. Hè? Mensen zijn gek hoor, af en toe. Ook cabaretiers. Oh, wow. Maar toen, want je stond natuurlijk in principe ingepland voor in een tv-programma. Ja. En die hebben over het algemeen redelijk scheid aan wat jij wil als programma maar. Jawel, maar ik ben wel de studio's uitgelopen. Maar toen kwam er een hevig geschrokken meisje van de redactie aan. Die heeft mij bepraat en ik heb dat gedaan. En ik heb natuurlijk geen poot aan de grond gekregen. Die hebben gewoon in verbijstering zitten kijken naar iemand die piano speelde. Maar nee. Oh. Nee, dat is geen groot succes geweest. En want als je zegt Jos Brink, dan hebben we het sowieso over een tijd dat er, denk ik, nog net geen commerciële tv was in Nederland en misschien twee of drie netten. Ja. Dus dat zien wel heel veel mensen dan. Ja. Kreeg je daar dan nog achteraf veel reactie op? Of nooit meer of deden mensen gewoon allemaal alsof ze het niet gezien hadden? Dat als wij er niet over beginnen, dan zegt hij het misschien zelf ook niet. Nou ja, misschien deed ik dat niet nog wel goed. Dat kan best. Dat doe je het gewoon voor jezelf. En dan weet je dat het voor de zaal niks is. Maar ja. Ik weet niet eens of dat slecht. Maar je hoort sowieso niet goed of niet goed. Maar je hoort het niet. Niemand zei iets. Echt niet. Oh. Ik zat ook heel vaak bij Aad van de Heuvel. Jij hebt misschien nog nooit van die man gehoord. Mijn kennis van Aad van de Heuvel gaat tot dat hij ook dat nog presenteerde, het consumentenprogramma. Oh, ja. En ik heb me er altijd over verbaasd, omdat hij altijd geroemd wordt, omdat het ontzettend goede journalist was van Brandpunt. Ja, hij was een hele beroemde. Werp één blik op. Oké. Okay. Ja, die klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, daar, toen bij hem was ik voor de eerste keer op de televisie. En ik was doodsbang voor de televisie. Echt doodsbang. Dus ik weet niet meer wat voor lied ik toen zong. Wat voor lied. Oh jee. Wacht even hoor, ik zet hem wel even aan. Ik moet hem eindigen. 741. Nou. 741. Waar hadden we het over? Je was bij Aad van de Heuvel, zou je op tv zijn. En je was er heel erg bang voor om daarheen te gaan. Ja, om dat lied te moeten zingen. Oh, kut hè. Neem hem anders even hoor, voor mij geen probleem. Voor de zevende keer, waar waren we? Je mocht bij Aad van de Heuvel op tv komen. Je was heel erg bang om daarheen te gaan en dat lied te spelen. Ja ik was bang om dat lied te moeten met de camera's erbij. En welk lied ging het om? Och, weet ik al niet meer. Oké. Nou, omdat je zo specifiek zei, dat lied, dacht ik ook. Bofkont misschien wel. Ja, ook niet zo'n geweldig nummer, maar goed. En ook nog moeilijk te spelen voor mij. Maar, oké. En ze deden van alles om mij op mijn gemak te stellen. Maar nou, dat ging niet over. Ik bleef zo strak staan als een snaar. En op een gegeven moment werd aangekondigd, ja. Dan ging ze zeggen, tellen, nog zoveel seconden en tellen af. En de lichten gaan aan en ik zie alleen maar, ik zie geen eens meer een toetsenbord. Ik zie gewoon een zwart gat. Ik was zo van slag. Ik plonsde me ergens in. En toen moest ik toen zeggen, jongens, het is misgegaan. En toen heb ik dat
Ik heb dat misschien wel 5 keer moeten doen. En dan moesten ze steeds alles weer... Ik weet niet hoe ik eruit gekomen ben. Later sprak ik een keertje met het is op een gegeven moment gelukt. Ja. Maar Juliette Gréco heeft de vliegtuig gemist. Dit lijkt wel een codebericht, maar die zat ook in het programma. En die moesten wachten tot ik eindelijk dat lied erop had staan. Zo heb ik toch nog internationaal een rol gespeeld. Oh, wat goed. Zo, ja. Oh, wauw. Ik vind het ook wel grappig, het komt af en toe... Dat zeg ik verkeerd. Ik wilde zeggen, het komt af en toe over alsof het een pose is, zeg maar. Alsof je een typetje Hans Dorenstein speelt, wat op dat soort momenten dat zeiden ze, in de fout gaat. Maar het is dus gewoon volkomen authentiek. Ja, heb je dat gevoel? Nou, niet ik heb dus dat je gevoel. Je zou het kunnen maar denken. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja... Laurens van Rooijen was de eerste die dat een keer vroeg. Zeg, wat is dit nou pose? Toen was ik net begonnen met optredens. Dus dan kunnen mensen ook niet echt goed kijken, zou ik zeggen. Hè? Het was echt... Die angst was echt... En alleen, ik snap ook wel dat de mensen toch denken... dat ik het erbij doe. Omdat ik ook inhoudelijk nummers... Ik heb verhalen over mijn mislukkingen. Over dat ik niks voorstel, dat ik niks kan. En dat ik eigenlijk alleen maar goed ben in bang zijn. Nou, dus ik kan me voorstellen dat ze denken... Nou, dat past er goed bij. Maar het is echt niet. Want als jij een slimiel bent... Dan moet je verdomd goed spelen. Wil de zaal er niet van doorgaan. Ja. Snap je? Ik bedoel... Ja. Nee, ja, als je echt oprecht een slumiel bent... Dan zouden ze dat niet pikken, dat bedoel je? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus... Maar denk je niet dat misschien ook... juist omdat het zo overtuigend is... maakt dat sommige zalen dus gewoon... stil bleven, zeg maar. En gewoon zich dachten, als we ons stilhouden... want het is zo'n raar personage of zo. Ja, dat vind ik heel mooi. Mooie, ik weet niet of dat zo is, hoor. En ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zo bewust bij zichzelf bedenkt. Nee, maar dat die hele zaal is vol onbewustzijn. Je reageert allemaal... Een heleboel dingen zijn niet meer rationeel bij zulke dingen. Ik vind een mooi voorbeeld wat het ook kan zijn, ja. En dat bijvoorbeeld, het is ook wel, heb ik wel een keer gemerkt, een paar keer bij een zaal, die, terwijl voor jou zijn het op een gegeven moment gewoon maar nummers. Ja. Maar die iets hebben van, Jezus, gaat die man dat wel overleven? Hè? Dat heb ik ook wel eens mensen horen zeggen. En dan achteraf, niet tijdens de voorstelling? Nee. Dus... Want daar was ik wel benieuwd naar. Want je zei, dan zei ik, je mag ook gerust weggaan, sta maar op. Ja? Dat deed ze op die momenten niet, behalve die ene mevrouw... Ja? Die uitgerekend wel gelachen had, die wel wegging. Ja? Ja. Maar zijn er op andere momenten mensen wel weggegaan? Of dat je... Jawel. Dat je na de pauze weer opkwam en dacht, hey. Ja, dat heb ik ook wel die tijd. Maar dat was niet zo massaal als jij nu zou denken. Na al deze verhalen. Die zalen bleven toch wel verder ook wel vol. Ja. En er liepen niet veel weg. Behalve de bonzen en bobo's en zo. Ik weet nog wel... Ik deed in een feesttent waar iedereen zich bescheurde om dat lied, hoe heet het, de kerkhofganger, ja. Over die necrofiel. Ja. Daar een geweldig succes mee en ik zag een rij weggaan waarvan ik wist een hele rij met de hele familie en dat was de burgemeester en die vertrok. En die konden dat niet handelen. Maar ja, zoiets vind ik dan nooit erg. Dat hoort erbij. En ik heb ook nooit mensen belachelijk gemaakt die weggingen. Dat vind ik flauw. Ja. Hangt er vanaf hoe iemand weggaat. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf altijd... als iemand gewoon stilletjes weggaat... Ja, dan doe je toch niks. Dan doe je niks, maar je ziet al vrij snel... aan iemands houding... Ja. Of als iemand er wel iets bij zegt... of weet ik wat, dan kan je wel inschatten. En ook merkt de rest van de zaal... heel erg dat er nu iemand opstaat en weggaat. Ja, dat kan je niet negeren. Je hebt gelijk.
Dan moet je ook wel. En dan is het ook wel. Dan is het helemaal niet erg, want dan is er een conflict ontstaan. Ja. En dan moet je ook inderdaad je tanden laten zien, vind ik ook hoor. Maar. Nou ja, ik herinner me nog bijvoorbeeld een voorstelling met Jasperine de Jong. Ja. En laten we zeggen, in die tijd was je een beroemde cabaretier, maar stond je ook nog vaak in hele kleine zaaltjes. Dus Jasperine de Jong en Erik Herfst enzovoort. En dat was echt wel wat. En toen liep er iemand weg, maar in zo'n klein zaaltje, en die stootte zijn kop tegen een balk. En ik hoor Jasperine meteen roepen, God straft onmiddellijk. Dat kan wel dan. Ja, tuurlijk. Maar ik heb het zo weinig mogelijk gedaan, ja. Ja. Maar deed jij überhaupt veel met publieksinteractie? Nee, maar ik schijn het wel te kunnen. ik bedoel... Nou, ik heb een keer een voorstelling gehad... ergens in Twente. Ook in zo'n zaal waarbij de tap... De tap aan de zijkant is. En dat was toen ik eigenlijk al heel lang optrad. Dus niet in de beginperiode. Ja. Maar er stond... Na de pauze stond er iemand de glazen te spoelen. Oh. Hallo. Dus toen heb ik het ook stilgelegd. En gedachtig aan die scène van Toon Hermans met het bewegende gordijn. Ja. Ging ik daar ook naar kijken. En verrek, dat werkte ook meteen al. Ik ben op een stoel gaan zitten. En ik ben naar zijn werk. Dus hij had niks in de gaten. En bleef steeds die glazen spoelen. En dus ik had mijn kop krabben enzovoort. En toen ging ik een gesprek over schone glazen. Ik had echt een goed gesprek over wanneer glazen pas echt schoon zijn. En wat ik eraan deed en wat voor afwasmiddel die daar gebruikte. En toen hebben ze echt heel gelachen. Oh, goed. Zo ik ook een keer een conferentie heb geïmproviseerd. Maar ik ben als de dood voor improvisaties. Want dat kan als je vastloopt, dan ben je net op een verjaardag. Het is net als op een verjaardag waar niemand meer lacht. Dus dat is heel zwaar. Ja. Maar toen had ik een improvisatie. Dat was trouwens, ik weet nog precies op wat voor dag. Het was op 16 juni 1990. Toen werd ik 50. Klopt. Toen werd ik 50. En ik was onder valse voorwenselen meegetrokken naar de brakke grond. Waar nu Paul Hanen zit in, hoe heet dat? Betty Asphalt. Betty Asphalt. Theater, ja. Nou, oké, daar was het. Dat was een feest. Ik kwam daar binnen, ik dacht dat ik op moest treden. En dan stonden al mijn collega's en vrienden, de hele troep. Adèle Bloemendaal, Donkey Shocking, Ivo de Wijze. Iedereen was daar. Dus, en toen kreeg ik ook cadeaus. Onder andere van mijn manager een draaistoel. En die drong er in zijn praatje op aan dat ik weer vlug een nieuw boek zou schrijven. Daar had ik zo de pers in, want ik had me al kapot gewerkt. Dus ik zat echt niet te wachten om te herinneren te worden al hoeveel ik nog moest doen. Dus die stoel was helemaal niks. En er waren nog meer kutcadeaus. En er was eentje, trouwens, die had een prachtig cadeau. Dat kun je niet geloven. Diewertje Blok. En die had ik eigenlijk alleen maar van gehoord. Ja. Die kende ik via haar zuster. Die werkte bij de VPRO. Tessel Blok. En die hield een heel kort en echt een mooi meisjestoespraak. Maar zo geestig en licht. En die gaf mij een hemdje van haar, dat ze te heel lang gedragen had, met slijtgaatjes. En nou ben ik helemaal geen, hoe noemen ze dat, dat je onderbroekjes ervoor. Ja, zo'n kledingfetischist. Een fetischist, dat ben ik helemaal niet. Maar ik vond dat een buitengewoon mooi cadeau. Maar voor de rest was het allemaal knudden en pet. Dus aan het einde heb ik een dankbaar woord gesproken en vooral opgezomd hoeveel rot cadeaus ik aan mijn leven al gehad had. En dat was een hele goede. Dat was echt een hele goede improvisatie. En nou komt het. Fred Florissen van Donkey Shocking. Ja. Die zei later, Hans, heb je nooit wat gedaan met die prachtige, over die cadeaus? Ik heb het 10 keer geprobeerd. Ik heb het 20 keer geprobeerd. Het is nooit wat geworden. Dat was alleen maar goed op dat moment. Ja. En als je dat strak gaat trekken of als je er wat mee gaat doen, mislukt. Ja, maar dat is ook de kracht van zo'n moment. En dat er dan ook oprecht
uitkomt, ja. denk ik. Dat je oprecht de irritatie eronder voelt. Juist, dat moet het ook zijn. Want als het dan te veel afstandscabaret wordt, dan... Want dit is iets wat ik ook wel eens zie, bijvoorbeeld op open podia, waar mensen voor een eerste keer comedy gaan doen of zo. Die hebben dan een verhaal wat het altijd goed doet in hun vriendenclub of op de voetbal of weet ik wat. Juist. Dat is altijd hilarisch. En die gaan het op een podium doen. Nee. Net wat je zegt, het verhaal waar het niet om gaat, dat werkt wel. Ja. Ja, dat hele akelige dingen zijn dat. Maar ja, gelukkig, als je een nummer helemaal uitschrijft en bewerkt en het slot verbetert en regels en woorden enzovoort, dan op een dag kan die goed zijn. Ja. En dan hoef je, weet je wat voor mij het grote, ik hoef helemaal niet een stem op te zetten. Ik heb al... Die jongens van die twee, die grote Peter en kleine van Peter. Mini en Maxi. Mini en Maxi, die waren erbij in... Ik heb één keer van mijn leven opgetreden in Carré. En dat was bij het afscheid van het grote theater. Dan heb ik daar opgetreden. Ja, en, even voor de beeldvorming. Want op een gegeven moment heb je een tour gedaan dat je stopte met spelen in grote zalen. Ja. En daarna, dat was in 2009, 2010? Ja, de tweede, in die buurt. Ja, en daarna ben je nog wel blijven spelen, maar in kleinere... Kleinere. Ik maak nog wel theaterprogramma's, nog steeds. Dat zeg ik er even bij. Maar, In Carré. En ik kom na afloop in de kleedkamer en die jongens die lachten zich helemaal kapot. Die Peter, Mini en Maxi. Ik zeg, wat is er? Toen zeiden ze, we hebben nog nooit meegemaakt dat iemand de hele avond alles voorlas. Ik lees al jaren. Kijk, je moet niet vergeten, dat is niet alleen maar onwil en luiheid. Maar toen ik begon, speelde ik alleen maar liedjes. En voor een lied is het helemaal niet erg als je de tekst voor je neus hebt. Ik zong die liedjes. Als het een leuk lied was, dan werd er echt wel gelachen. Dus, en toen later ging ik een conferences bij, die las ik voor. En toen heeft diezelfde Fred Florissen, die was op een gegeven moment mijn regisseur. En die zei, Hans, als je nou dat verhaal... Dat verhaal, dat en dat verhaal. Weet je wel, van de voorbijganger. Dat is zo'n heel treurig echtscheidingsverhaal. Hij zei van, Hans, als je dat nou de volgende keer niet uit je hoofd kent, dan stop ik met de regisseur. Dan doe ik het niet meer. Dus toen zat ik in zak en as. Ik wilde hem niet boos maken. En ik, dus toen heb ik de volgende dag, of misschien een dag daarna, heb ik een fles wodka gekocht. Ik had een slijterij beneden me. Ik woonde boven een winkelcentrum. Ik had een slijterij. Ik heb een fles wodka gekocht. En ik ben gaan zuipen. En dat ding uit mijn hoofd gaan leren. Want ik wist, het is een blokkade. Het moet een blokkade zijn. Dat ik dat heel slecht kan. Ja. En verdomd. Aan het eind van de dag was ik zo dronken als een toren. Maar dat ding, dat weet ik. Dat is het enige dat ik uit mijn hoofd. De voorbijganger die met mijzelf in de zomer van het jaar 1985 bij een temperatuur van 12 graden Celsius op het leeggeblazen strand van Schorrel had zien ontkleden en onverschrokken de zee inlopen, had die handeling ten onrechte niet beschouwd als een daad van vertwijfeling, maar had de kraag opzettend tegen de gure wind bij zichzelf gemompeld. Wat een kerel, was ik maar zo flink. Eén brok natuur moet die man zijn dat die bij dit koude weer gaat zwemmen. Die is fysiek zo sterk dat hij psychisch ook wel tegen een stootje zal. En kijk, zijn kinderen wat zou zo'n vrouw een bewonder onze moed, kon ik mezelf maar zo overwinnen, dan durfde mijn vrouw me vast nooit meer een zwakkeling te noemen of een pantoffelheld. En dat gaat zo door, maar het bewijst dat het geholpen heeft, hè, die drank. En dat mijn diagnose van het is een blokkade, dat die waar was. Maar ik heb het daar later nooit meer nodig gevonden. Om ik het uit je hoofd te leren. Nodig gevonden. Om het niet uit mijn hoofd. Om het uit mijn hoofd. Ik, ja. Om het gewoon. Ik lees het voor. En als jij op een gegeven moment met zo'n blad staat, hoort dat ook weer bij je. Ja. Dus en ik heb het nog een paar keer geprobeerd om het uit mijn hoofd te doen. Maar het hele publiek is niet achterlijk. Die zien aan mijn ogen dat ik
voor één ding doodsbang ben. Dat hele coverdraad lang. Dat ik eruit vlieg. Dat ik de volgende regel niet weet. En dan kan je maar beter het houvast hebben. Dan kun je ontspannen. Ja, absoluut. Ik heb laatst ergens, daar speelde ik. En ik die hamer er ook op. Van, doe wel alsjeblieft nieuw materiaal. Want het is niet zo lang geleden dat je hier nog bent geweest. Oh jee, natuurlijk. Maar ik was er geweest in oktober 2020 met een try-out van mijn nieuwe programma, wat ik daarna natuurlijk niet meer gespeeld heb, nee. Want lockdown. Ja. En toen was er een show en die werd opgenomen en zou dan later gestreamd worden voor mensen. En zeiden, maar kun je dan wel een half uur ander materiaal doen dan dat je in oktober bij je... Zo, de mythe zijn. Ja, maar ik heb... Op dat moment, hé. Dat gaat niet. Ik heb niks nieuws gemaakt. Want er is, ik zeg maar, ik heb wel columns die ik voor de radio maak. Dus daar heb ik het ook geïntroduceerd. Maar het is geen luiheid dat ik jullie niet belangrijk genoeg vind om het uit mijn hoofd te leren. Sterker nog, ik vind het zo belangrijk dat ik niks wil vergeten. Dus ik moet het wel even van een papiertje doen. En hoe is dat gelukt? Ik denk goed, want het is uitgezonden. En zit natuurlijk niet meer in de zaal op zo'n moment. En het geweldige voordeel is, het is uitgezonden. Niemand ziet dat je het voorleest of dat je het uit je kop doet. Dus. Precies, maar goed, daarbij is ook wel... Ja, liever dat je ziet dat ik het van papier doe... Ja. Dan dat ik de helft... Ja, dat je eruit ziet. Nee, dat is namelijk... Dat kan een voorstelling... iets te veel eruit schieten... kan een voorstelling echt helemaal verwoesten. En dan verliest het publiek het vertrouwen... dat ze het einde wel halen. Is je dat wel eens gebeurd? Of had je altijd al de houvast van papier? Ik had altijd al de houvast van papier. Maar ja, dan kunnen er nog genoeg dingen misgaan. Hoi, Wouter hier. Leuk dat je Elektra luistert hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan even een duim omhoog. Of laat hieronder in de comments even weten wat je van de aflevering vindt. Vergeet ook niet te abonneren en klik ook even op die bel. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je Elektra steunen? Dat kan heel makkelijk en gratis door een keer een linkje te delen met vrienden en bekenden. Of ga naar elektrapodcast.nl. Daar kan je heel makkelijk eenmalig een bedrag doneren. Bijvoorbeeld een euro voor een aflevering die je hebt gekeken. Of een paar euro meer als je meerdere afleveringen hebt gekeken. Of je kan ervoor kiezen om crewmember te worden. Dan wordt er elke maand automatisch een klein bedrag van je rekening afgeschreven. En in ruil daarvoor krijg je consumptiebonnen. Je krijgt extra afleveringen en... Ja, wat nog meer eigenlijk. Eeuwige dank. Eeuwige dank. Nou, elektrapodcast.nl. Snel terug naar Hans. Maar meestal wist ik dat dan wel weer te overwinnen. Maar ik zal ook wel meegemaakt hebben dat de zaal... Ik heb het ook wel meegemaakt inderdaad. Dat de zaal het vertrouwen verloor. En dan ben je toch verloren. En dan is het niet de schuld van de zaal, maar van jezelf. En, maar waar merk je het aan dat de zaal het vertrouwen verliest? Ja, dan lachen ze ook niet meer bij grappen waar altijd wel om gelachen wordt. Nee, dan zit er geen puff meer in. Ik denk ook dat ze dan echt ook diep teleurgesteld zijn. Want ja, kijk, als er steeds fout gaat, dan ga je in die zaal zitten. Van ja, dan gaat de rest ook wel fout natuurlijk. Ja. Dus ik, ja. Maar het, meestal, zo erg slecht trad ik niet op. Oké. Okay. Ik wou zeggen hoe... En ik luisterde van de week een aflevering van Kunststof met jou van vorig jaar, net de tijden van je verjaardag. Oh ja. En dan ging het ook over het genieten van wat je aan het doen bent, ook als dat net niet lukt. Het was toen volgens mij meer in de context van vogelkijken en wel of niet vogels herkennen die andere vogelaars wel al herkennen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je wel moet kunnen of moet omarmen als je dit doet. En zeker als je begint. Ja. Dat je wel ook dus van de 60-70% van de shows die misschien niet gaan zoals je thuis gehoopt hebt dat ze gaan. Dat je er wel nog lol in hebt. Ja. Want hoe heb je het voor jezelf leuk gehouden na dat soort shows? Of na dus een show dat je weer halverwege tegen een zaal moet zeggen, mensen, ik kan het niet alleen. Ik heb jullie wel... Ja. Ik dat calculeerde ik wel in. Dat hoorde. Ik vond mezelf dan wel slechter dan echte cabaretiers. Ik bedoel, hè, Joep van het Hek zie je dat niet doen. Freek de Jonge. Die draven door. Ja. Die gaan aan galop naar het einde. Vergissen zich nauwelijks of nooit. En nou ja, ik sta ook op het podium te tasten. Maar.
En als de zaal dan niet reageert, word ik ook ongelukkig. Maar alleen maar op dat moment. Alleen maar op die avond en de volgende dag. Maar daarna ben ik weer gewoon doorgegaan. Want het is toch zo dat de goede voorstellingen, dus de goede voorstellingen, de goede publieken, die hielpen mij dan weer doorheen. Ja. Ik kan er zelf geen andere oplossing voor bedenken. Nee, dat moet het ook haast wel zijn. Maar als je kijkt naar het beeld wat jij schetst van Hans Dorenstein op het podium, als altijd intriest en ongelukkig. Met, nou ja, als mooiste voorbeeld, mijn favoriete grap van jou is dat je in een nummer de melodie probeert te fluiten en dan zegt, fluiten kan ik ook al niet. Ja, dat heb ik ook niet gedaan. Ik weet niet meer waarin. Ik weet het ook niet, maar dat vat zo mooi voor mij samen wat je doet. Dan zou je denken, och, als die man zo ongelukkig is en dan ook nog zulke optredens elke keer voor zijn kiezen krijgt, dan is het een wonder dat hij hier nog zit. Ja, maar moet je horen, jij bent natuurlijk net zo goed als ik als je een bomvolle zaal hebt. En het gaat allemaal goed. En ze lachen zich echt kapot. En ze zijn, en dat vind ik dan een van de grootste dingen die ik zelf voor elkaar kan krijgen. Als zij vergeten hoeveel een ellende er in hun eigen kleine bestaan is. Dat ze even hun eigen particuliere sores vergeten. Dan heb je toch iets goeds gedaan. Oh ja, ja. Dus die had ik, die tijden had ik ook, die avonden. Hè? En alleen, ja, er zaten ook die misslagen tussendoor. Want ik denk dat we wel redelijk richting het einde zijn. Is er één avond van de afgelopen 50 jaar optreden waarvan je zegt, oh, als ik er toch één gewoon direct uit mijn geheugen zou kunnen wissen, dan is het die? Ja, ik geloof dat ik die al gehad heb. Oké. Okay. Ja, het is heel moeilijk om die laadjes hier in mijn hoofd open te krijgen. Ja. Of misschien, waar we het verder eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, want we hebben natuurlijk gehad over zalen waar het misgaat, of juist technisch alles perfect, dat je het Metropool hebt zitten, maar dat die gewoon te strak musiceren voor wat je zelf aan kan. Zeker ook in de beginperiode, denk ik, dan sta je ook op plekken waar niet gewoon fatsoenlijke theatertechniek is. Nee. Ja, dat merkte het publiek niet, want wat ik te bieden had was zo armzalig. Dat was een gammele piano waarvan soms ook nog toetsen vast zaten. Een microfoon, zodra je een piano erbij hebt, moet de stem versterkt worden. En dus die armoede, die viel niet op. Nee, als technisch, en dus één gammel lichtje dat af en toe ook nog even wegviel of zo, maakte bij mij niks uit. Had ook geen last van. En ik heb nooit last gehad, zelfs niet als ik dus in hele grote theaters zit en er ging van alles mis met de techniek. En dan waren ze altijd bang dat ik geweldig zou geëerst, zoals echte grote jongens dat kunnen doen. En ik zei, jongens, helemaal niet erg, want dat is mijn schuld niet. Als die dinges, dan hoef je niet bang te zijn dat ik kwaad word. Want daar kan ik glimlachend overheen stappen. Want ik kom niet door mijn eigen stomme gedoe. Hè? Ja. Maar je zou misschien eerder moeten vragen naar een optreden wat ik nooit meer wil vergeten. Wat ik dicht bij me wil houden. Maar dan moet ik weer nadenken. Oh ja, nee, ik wil zeggen, dat mag ook. Dat is ook mooi. Ja, die heb ik ook natuurlijk. Maar dat is toch in de loop van de tijd ook weggezakt in hoeveelheid van zulke soort nummers. Van zulke soort avonden. Van goede avonden. Sorry, nou klinkt het alsof ik het onderbreek. Ik denk, ja, ik nee, boeien die goede avonden. Maar er schiet er één in mijn hoofd waar ik over las. En dat ik dacht, oh, daar wil ik je naar vragen. Ah. Dat stond op jouw Wikipedia-pagina. Een try-out in 2007. Haaksbergen. Is dat wat 2007? Dat staat er op Wikipedia bij. Dus dat. Verrek, dus dan heb ik ook in deze eeuw toch hele ongelukkige dingen meegemaakt. En de snelheid en de felheid waarmee je Haaksbergen zegt, ja, doet vermoeden dat dit niet zomaar een slechte avond was. Hokseboksen, zo heet het geloof ik in Twents. Haaksbergen. Nou, Haaksbergen, dat is echt een van die vreselijke voorstellingen geweest. Met een hele akelige staart ook nog. Ik was ook daar met een try-out met Martin.
Ja. Goddank, want die bleef nog een beetje overeind. Maar er zat in die zaal totaal geen beweging. En op de eerste rij hingen van allemaal jongeren van de middelbare school. Die hingen op de eerste. En dan ben ik... Ik heb al een keer een lied geschreven over de eerste rij. Zo'n last had ik daar vaak van. De eerste rij, wat is daar toch voor rotzooi bij? En dat is een heel lied tegen de eerste rij. Maar deze jongens die zaten daar, die hingen daar. Met en dit was ook alleen maar voor scholieren? Nee joh, de rest van de zaal was gewoon publiek. Ja. Maar die jongens die hingen daar. En toen wist ik, oh jeetje, die zitten hier alleen maar omdat ze voor hun vak op de school kunstending of zo. Culturele en kunstige vorming. Culturele vorming. Ja. En daarom hangen ze bij mij. En dus na een minuut of 20 hield ik dat niet meer vol, die aanblik. Heb ik de voorstelling stilgelegd. En toen deed ik iets zo stoms voor een cabaretier. Ik vroeg, jullie vinden er zeker niks aan. Ja, als je dan nog een leuke grap hebt, een sterk begin. Dat totaal niet. Die gaf ineens antwoord. Die schudde inderdaad hun kop van nee. Ik zei, luister eens, dan wil ik dat je hier in ieder geval niet meer blijft zitten, maar dat je achterin gaat zitten. Want ik kan de aanblik niet verdragen. En opeens stond er een man in de zaal op. En het licht was inmiddels aangegaan. Een kleine, woedende man. En die zei, jullie hebben buitengewoon slecht een programma. En het is geen wonder dat die jongens zich helemaal kapot vervelen. En die begon ruzie met mij te maken. Dus toen ik probeerde nog daar tegen in te gaan. Maar die man die zat hier als het ware op te wachten. Je zag hem handen wrijven. Dat hij daar die trok partij. Terwijl als je die aanblik zag van die jongens, dan had je echt wel begrepen waarom ik die zaal de voorstelling even stillegde. En toen zei ik van, luister eens meneer. Nu vind ik het zo'n ongezellige avond worden. Nu treed ik helemaal niet meer. Jullie kunnen het geld terug gaan halen. Ik doe het niet meer. Doei. Ik ben weggegaan. Ja, je moet het geld terughalen. Dus ik dacht dat ik nog niet zoveel op mijn geweten had. Nou, dat is. De volgende ochtend word ik veel vroeg wakker. Ik denk, godverdomme, wat is er aan de hand? Is er iets met de kinderen of zo? Dus ik nam een storm naar beneden. Steeds met een telefoon. En er was de eerste journalist die mij verweet dat ik in Haaksbergen weg was gelopen. En waarom dan toch? Ik zei, man, jij bent de journalist, moet jij uitzoeken. En daarom belde die. Nee, ja, daar belde hij, dat wilde hij dan van mij weten. Dan moet hij bij het publiek. Ja. Nou, oké, dat ging de hele dag zo door. Dus echt tot ik echt wanhopig was. En toen bleek die man dat namelijk op de... Er waren toen nog geen mobieltjes, er was geen internet, maar op de telex gezet hebben. En die man die opstond in de zaal? Ja. Die had het uit woede op de dinges gezet. Naar allerlei kranten en zo. Wauw. Ja, dus kreeg ik die... En dan voel je echt... Zoals mensen voelen die een misstap hebben gegaan. Die heel, heel succesvol zijn geweest en opeens hangen. Ja. Ik dacht van, dit wordt het einde van mijn carrière. En Martin van Dijk was ook volkomen kapot daarvan. Want alle kranten... En iedereen waren ook woedend. Sanders van de Volkskrant, die wist ook meteen dat ik best door had kunnen gaan, dat het helemaal niet erg was, weet je wel. En wauw. Ja, maar heb je dan ook een idee wat die man op die telex had verspreid? Dat heb ik nooit gezien. Maar gewoon, die heeft gezegd dat ik er vandoor gegaan was, terwijl, die heeft natuurlijk niet gezegd dat het terecht was. Nee. Dus, nou, dat hoe we dat dan weer overleefden. Maar weet je wat er dan gebeurt? En dat kan ik, als je ooit zoiets meemaakt, dan moet je deze woorden onthouden. 2 weken later komen de mensen aan bod die niet meteen jou beginnen te verwijten van alles en nog wat. Toen werden we uitgenodigd om dit te vertellen in een praatprogramma. Ik weet niet eens meer wat. Misschien bij Barend en van Dorp, ja. Bij Barend en van Dorp. En toen was... Die stuurde het helemaal niet in de richting van een schandaal of zo. En op een gegeven moment was het zo dat ik er ontzettend veel theateroptredens bij kreeg.
Of het goed. Ja, want, en het gekke was, dat was ik helemaal vergeten. Ik had er eens een keer zoiets meegemaakt met die jongens, met Kees Verkoot en Wim de Bie. Maar Wim de Bie had me toen in een televisieprogramma had gezegd van ja, hij wil zo graag beroemd worden. Hij wil zo graag een gooien. Maar dat wordt nooit wat met die man. En toen dacht ik ook, dit is het einde van mijn carrière. Want Kees Verkoot en Wim de Bie hadden toen altijd gelijk. Ja. Dat kon je niet aan tornen. Maar ook daar, na een paar maanden, een paar weken, vroeg de VPRO me. En toen heb ik mijn weerwoord kunnen doen. En toen kreeg ik ook weer meer optredens dan ik gehad had. Dus, ja, wat dat betreft is toch alle publiciteit is goede publiciteit. Dat zeggen ze. Ja, maar je moet dan wel door een hel heen, hoor. Je denkt echt dat het einde is, hè. Heb jij nog wel eens zoiets gehad? Niet op zo'n schaal. Ik heb het wel eens gehad op veel kleiner niveau, maar dat ik, en het ook al jaren terug, maar dat ik iets op Twitter of zo had, wat dan net in de verkeerde groep heel groot wordt opgeblazen. Oh ja, oh ja. En dan krijg je dus allemaal van die reaguurders en zo achter je aan. Ja, oh. En dan heb je ook het gevoel dat alles en iedereen tegen je is. Ja, oh. En daar komt natuurlijk nooit iemand om te zeggen, oké, maar vertel nou eens het verhaal zoals het echt is. Juist. Dat is hierbij. Ja, je blijft zitten met die rotzooi. Ja. Terwijl, laten we zeggen, de andere partij, die helpt je er doorheen. Ja. En nee, dat vind ik van die, dat vind ik van dat, daar ik kijk ook nooit op internet wat ze ervan vinden. Want als er één belediging staat, dan onthoud ik die 3 weken. Dus daar heb ik niks aan, dat zulke soort dingen. Nee, ook niet doen. Nee, gaan we niet doen. Ik weet ooit, goed, dat is voor de podcast niet zo interessant, maar ik won toen ik net begon een klein prijsje. Daar had je een prijs voor beginnende comedians in Nederland en Vlaanderen. Oh, nou, dat vind ik geweldig. Toen was het geweldig en ik was heel blij dat ik hem won. Nou. Ook nog in Vlaanderen. Want de finale was afwisselend. 1 jaar in Nederland, ander jaar in Vlaanderen. En ik won terwijl mijn finale in Antwerpen was. Dus dat, zo, dat, dus dat hield meteen. Dat had ik gedacht dat gelijk, maar het was een vrij klein prijsje. Dus het was niet dat het enorm opblies. Maar de dag daarna natuurlijk te gek en vrienden en leuke berichtjes. En iedereen, ach, gefeliciteerd, hartstikke leuk. En het stond op teletext. En toen maakte ik de fout om te kijken. Want het stond volgens mij ook met een berichtje of een fragmentje op iets van Geen Stijl of zo. Oh ja. Oh. En daar was natuurlijk alle reacties. Ik vind het stom. Stom. Thomas, die vind ik pas leuk. Oh. Ja, maar je kan niet mij met mijn 10 maanden ervaring vergelijken met Theo Maassen met op dat moment ook al 20 jaar ervaring. Dat is precies. Oh, nee, en dat was ook gewoon eerst die enorme blijheid en dan die hele bagger die dat wegslaat. Die klap. Toen ook al heel snel zo, oké, hier moet ik me niks meer... Nee. Niks meer mee te maken hebben. Van aan gaan trekken, het ook niet opzoeken. En natuurlijk komt je wel eens iets onder ogen. Ja. Maar gewoon... Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want dit is nog iemand, gewoon een boos iemand in het publiek... die zoiets schrijft en rondstuurt. Heb je dat ook wel eens gehad met recensies? Oh man, hou erover op. Sorry dat ik nog, nog een la open trek. Maar... Nou ja, over het algemeen had ik... Ik heb heel veel recensies gehad, vooral toen ik wat beroemder werd, van Dorrestein somber als vanouds. En daar lok je geen publiek mee. Hè? Want nee. er stond er ook echt niet bij dat de zaal zich kapot gelachen had. En dat vreet me nog op. Ja. Maar ik heb ook wel goede recensies gehad. Ja, ook wel goeie, maar over het algemeen zijn die zeer teleurstellend. Waarom zijn die teleurstellend? Ja, omdat er niet uit de verf komt. Ze wikken en ze wegen, maar ze zeggen niet dat er gelachen werd. Snap je? Ja, zo. Ja. Nou ja, dat is het kwalijke inderdaad. Dat het vaak ook een interpretatie is van wat er op het podium gedaan is... en geen weergave met wat een zaal daarvan vindt. Nee, nee. Je kan elke voorstelling naar God schrijven... door niet te vertellen dat het leuk is. Want het, meestal... Nou ja, je kan bij Toon Hermans had je kunnen schrijven... nou, wat een waardeloze voorstelling. In plaats van een mooi lied te zingen... stond hij 5 minuten naar de gordijnen te kijken. Ja, dat kan ook. Ik kijk thuis ook wel eens naar de gordijnen. Nou, dat stond er dan niet bij. Ja. Dat zo ontzettend leuk was.
En, maar ik heb, ja, in mijn leven heb ik herinner me één recensie. Maar dat was niet voor Cabaret, maar dat was een recensie op mijn tweede boek. En toen zag ik het nut van recensies. Ik had mijn debuut met Dichtgeknepen Keel. En toen zei de toenmalige uitgever Hans, dan moet je als de donder een nieuw boek met mijn stomme kop. Als ik iets ga doen omdat een ander vindt dat ik dat moet. Nou, daar gaan we helemaal. Dat kunnen alleen maar genieën. Dat kan ik absoluut niet. Dus toen heb ik een. Het heette Het Graf van Couperin. Ik heb in één zomer heb ik die verhalen in elkaar gehengst. En dan weet je nog niet. Het kan geweldig zijn. Ja. En toen, ik weet nog wel, ik liep in Hilversum. En ik zag in een etalage dat boek liggen. En toen wist ik in één keer, had ik nooit uit moeten geven. Dat is echt slecht. Er stond één goed verhaal in. Maar toen schreef een recensent. Ik begrijp niet dat Hans Dorenstein, die zo'n levendig taalgebruik kan hebben, zo'n strak en grijs enzovoort. En ik dacht, dat is volkomen waar. Het is te grijs. Ja. En dat heb ik altijd onthouden. Daar ben ik ook dankbaar voor geweest. Want die gaf aan wat ik moest doen, wat ik moest vermijden. Ja. Nou. Geweldig. Dankjewel. Hoi. Ik hoop dat het leuk wordt. Ja, heel erg leuke dingen allemaal. Heel erg leuk. Okay, en vergeet ook niet om het te kleuren. De hoeveelheid mensen die waar ik tegen zei, ook ga binnenkort met Hans Dorenstein opnemen. Die zeiden, ja? Oh, leuk. En daar heel erg benieuwd naar waren. Oh, verrek. Ja, weet je wat het is met zulke soort dingen? Ik kan nog niet begrijpen dat ik dat ben. Dat echt is. Kijk, ik ben een groot bewonderaar. En dat varieert van Toon Hermans tot Willem Frederik Hermans enzovoort. En tot van Stella Bersma tot Jan Siebelink. Maar dan denk je, het dringt niet tot me door. Dus ik heb het misschien vroeger nooit gehoord omdat het niet tot me doordrong. Ja. Zou ook nog kunnen. Ik vind het heel raar. Het is toch echt zo? Ja, het is echt zo. Nou ja, en het is heerlijk om te horen, hoor. Want ik ben dol op schouderklopjes, hoor. Daar gaat niet om. Dat was hem, de Elektra podcast met Hans Dorenstein. Vond je het een leuke aflevering? Geef dan een duim omhoog. Laat achter in de comments wat je ervan vond. En als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan nu nog even snel. Eén klik maak je mij heel blij mee. Wil je me nog blijer maken? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe een kleine donatie of word crewmember. Of kijk even op mijn speellijst waar je mij, Wouter Monde, een keer in het echt kan zien optreden. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!